Leuk dat je kijkt op mijn kanaal Winnie's Vlog. Ik ben Winnie en dit is vlog nummer 11. Een gewone vlog. Zoals jullie misschien hebben gezien, ik had ook een vlogmas erop gezet. Ik wil alle dagen in december na de loop van kerst wil ik vlogs opnemen. Kleine korte filmpjes. Lukte gisteren al niet. Was alweer een filmpje voor 15 minuten. Ik ben erachter gekomen dat ik heel goed in de auto kan kletsen. Ik heb er heel veel tussen uitgeknipt. Anders was hij nog langer. Ik dacht leuk, behind the scene, kijken wat ik doe in december. Ik ben gewoon te werk. Ik heb niet heel veel dingen gepland wegens corona. Het is 2020. Maar ik dacht misschien is het toch leuk om te laten zien en jullie mee te nemen. En ik heb ook wel wat andere dingen gepland. Wat ik nu in deze vlog wil laten zien. Want ik denk, ja, waar ga ik het dan nu over hebben? Ik heb meerdere finished objects. Ook al een heel deel niet meer bij mij hier. Maar daar ga ik foto's van tussenin plaatsen. Ik heb wat work in progress. Niet zo heel veel, want ik heb heel veel gehaakt voor mijn werk. Dus ik heb niet veel voor mezelf gehaakt. En gebreid. En dat mis ik wel een beetje. Dus ik hoop dat ik snel dit project af heb. Zodat ik bezig kan zijn met mijn eigen spulletjes en dingen. Ik heb ook wat dingetjes gekregen. Ik heb wat wol opgestuurd gekregen. Ik heb gekocht natuurlijk. Ik zeg gewoon maar natuurlijk, want het, ja, het was weer zo ver. En laten we snel beginnen. Vorige vlog had ik Sinterklaas klaar en was ik mee bezig met O zo snel te haken. Uit het boekje Christels Winters Wonderland. Ik pak hem er even bij. Sinterklaas had ik vorige keer al af. En ik heb ook het paard klaar. Paard van Sinterklaas. Oh, zo snel. Ik dacht dat die anders heette. Maar bij ons noemde die Americo. Maar ik heb daarna ook het pietje klaar. En het boot heb ik klaar. Ik heb ze allemaal al opgehangen bij mijn, op mijn werk in een raam. Ja, ik voeg er even een fotootje ervan bij. Het is meer werk dan ik dacht. Ik dacht ook dat ze kleiner waren. Ze zijn eigenlijk nog groter. Ik vind ze ontzettend leuk. Ik vind het een leuke techniek om te gebruiken. Het zijn echt platte kleine knuffeltjes. Maar meer werk dan ik dacht. En heel veel draadjes. Gigantisch veel draadjes wegwerken. Ik heb er al wel wat trucjes voor elkaar gekregen. Als ik de wissels van de... Je doet ze plat haken. En dan ben je iedere keer heen en weer aan het haken. En dan moet je wat kleurwissels doen. En dan doe ik tegenwoordig langere draden eraan hangen. Dus dat ik een hele lange draad heb. Dan moet je hem één keer rondhaken ermee. En dan moet je de voor- en achterkant met elkaar weer rondhaken. En dan gebruik ik die lange draden. Waardoor je dus minder draadjes hebt om weg te werken. Het klinkt een beetje vaag als ik het zo uitleg. Maar ik denk dat als je ermee bezig bent dat je snapt wat ik bedoel. Maar ik heb ze allemaal... af de Sinterklaas. Ik heb de stoomboot klaar. Ik heb wel andere kleuren gebruikt. Want ik had nog katoen liggen. En ik denk, ik ga zo min mogelijk kopen. Ik ga kijken of ik een beetje door mijn wolvoorraad heen kan komen. Of katoenvoorraad. Ik denk dat het nog wel eventjes duurt. Dus ik heb er in principe heb ik, 1, 2, 3, 4... vier finished objects. Deze drie. Want Sinterklaas had ik al de vorige keer af. Dus ik heb Spietje, O zo snel af en de stoomboot. En als het goed is zien jullie hem hier. De bewoners vonden het echt heel erg leuk. En ben ik doorgegaan met de kerst. Ik heb nu de kerstman af. Die is echt... Ja, ik vind ze echt heel leuk. Ze zijn best wel groot. Ik heb er aan de achterkant een haakje of een lusje aan gehaakt. Zodat ze, ik heb ze op zuignapjes aan het raam bevestigd met een haakje. Ideaal. En ze kunnen gewoon hartstikke leuk hangen. Dus ik vind ze echt heel leuk. En ik heb er eentje bijna af. Dat is de kerstboom. Nou denk je, hij is toch klaar? Klopt. Maar er moeten nog knoopjes en paletjes op. Die heb ik wel binnen, maar... Dat ik ermee bezig ging op mijn werk. Ik had nachtdiensten vier. En hele drukke nachten. En één nacht was wat rustiger. Toen dacht ik, nou dan kan ik een uurtje haken voor mijn werk. Tussendoor. Had ik verkeerde naald mee. Dus kon ik ze niet erop doen. Hier heb ik ook een klein lusje al aangemaakt. Dus de volgende keer
wil ik deze ook af hebben met paletjes. En ik ben met het rendier bezig. Ja, er zit een naald in. Die was dus te groot. Maar ik heb het hoofdje af. Ik moet alleen de oortjes en de gewijtjes maken en het lijf. En ja, ik heb andere kleuren gepakt voor het rendier. En dan heb ik nog het engeltje te doen. En dan nog het huisje volgens mij. Maar nee, dat is een apart patroon. Die hadden we gezien, die willen we dan toch ook maken. Nee, ik wil niet veel hoor. Het valt heus wel mee. Ja. We willen zo 1 engeltje doen, dus niet allebei. Ik doe er eentje, dus het kerstboompje heb ik bijna af. Er moeten alleen nog wat paletjes en knoopjes op. Het engeltje wil ik er eentje van doen. Nou, de kerstman heb ik al af. En het rendier, ik moet neusje, oortjes en gewei en dan het lijf nog. Klinkt weinig. Het is best veel. Maar ik hoop dat ik ze snel af heb. En dan heb ik nog heel even daarna om het nieuwjaarsstukje te doen. Dat is dus het champagneflesje. Maar die heeft minder kleurwissels. Dus ik denk dat die wat makkelijker is. Nou ga ik iets zeggen dat ik hoop dat dat zo is. En ik wil de vuurpijl erbij doen. Die vind ik ook ontzettend leuk. En dan wat sneeuwvlokjes voor het oud en nieuw. Want sneeuwvlokjes kunnen wat langer hangen. Ja, en dan heb je ook nog sneeuwpop. Ik denk dat ik die volgend jaar ga doen. En de pinguïn. Dan heb ik mijn best gedaan voor een ander, dacht ik. Dan wil ik eerst eens voor mezelf gaan haken en breien. Dus nou ja, dat zijn mijn finished objects en waar ik mee bezig ben geweest. Dus dat valt op zich wel mee qua hoeveelheid. En dan heb ik nog ik heb een nieuwe patroon, of nee, een nieuw patroon niet. Ik heb nog een nieuw project opgezet, want ik wilde erbij iets breien waar ik gewoon niet bij na hoefde te denken. Want ik had de Steven Westshell, de Painted Bricks. Ja, daar kom ik nu op een punt waarbij ik best wel veel na moet denken. Dat ik denk van ja, ik wil gewoon af en toe even breien om mijn hoofd leeg te maken, dus niet nadenkwerk. Dus heb ik een sjaal opgezet en dit is van wol waar ik het mijn trui ook toen van had gemaakt. Maar die trui was veel te groot. Dus die heb ik, dat is volgens mij de eerste vlog geweest dat ik het toen over had. Dus ik heb het uitgehaald. En daar heb ik dus nu een nieuw sjaal voor opgezet. Het is patroon van Steven West ook. Steven Versus Unite sjaal. Dus ik heb hem al 2 keer gemaakt. Maar voor mijn zus en mijn nichtje. En nu wil ik er eentje voor mezelf maken. In paars-blauw. Het is een beetje fel. Ik heb toch een klein lampje erbij aangedaan. Omdat het nou ja, bewolkt is. En heel erg grauw. En dan hoop ik dat het wat beter te zien is. Maar paars en roze. Of paars en blauw. En dan groen wil ik erbij gebruiken. Dus ik heb al mijn restjes wol nou ja, van het uitgehaalde trui. In mijn project bag gedaan. En daar wil ik. Ik heb hem wel op een grotere naald. Dus het wordt een nog grotere sjaal. Het wordt gewoon meer een deken. Dit is 4 mm. Dit zijn nepnaalden bij AliExpress. Sorry. De meeste koop ik officiële naalden. Maar ik dacht, ik wil even proberen of deze goed genoeg zijn voor een sjaal of voor simpel breiwerk. Niet al te duur. Ik denk, ik probeer het gewoon. Ik vind ze echt heel lekker breien. Het is een nepmerk. Dus het is, ik weet niet of ik nog het zakje heb waar ze in aankwamen. Nee. Ja, ik vind ze heel fijn breien. Ze waren even goed nog best, nou ja, voor Ali nog best wel duur. Maar het is een hele fijne overgang. Dus ik. Maar hij breidt echt heel lekker. Echt gewoon een simpel project. Voor mij doen. En gewoon niet nadenken, maar door kunnen gaan. Ik schiet al aardig op met het eerste deel. Ik moet nog steeds meerdere. Tot een aantal steken. Dus het duurt nog even iets. Maar ja, ik vind hem nu al geweldig worden. Leuke kleuren. Lekker wegbrengen. Gewoon recht. Recht toe, recht aan sjouw. En af en toe hier en daar minderen op een bepaalde plek.
En een bepaalde punt minder en oppakken van steken. Dus ja, dat. En ik wil gewoon ook een vers tussenuit sjaal voor mezelf. In plaats van alleen weg te geven. Dus deze is voor mijzelf. Ik hou van sjalen. Vorige keer had ik ook een sjaal om. Ik heb normaal gesproken thuis eigenlijk ook altijd een sjaal om. Ik vind dat echt heel fijn. Dus ik brei veel sjaals. Ik geef ook veel weg. Maar deze hou ik voor mezelf. Maar daar heb ik dus mee aan gewerkt. Dus aan die poppetjes en aan die. En dan ben ik gisteren begonnen omdat het advent gedeelte er is. Ik heb een adventskalender. Ik heb hem al een paar vloggen hangen. Ik ben helemaal vergeten te vertellen dat ik die heb gekocht. Mijn eerste vol advent. Ik ben echt heel erg blij mee. Ik ben al jaren ben ik me aan het verlekkeren naar zo'n vol adventer. En ik zie ook heel veel op Instagram en op YouTube voorbij komen. En ik dacht, oh, ik wil het ook zo graag. Maar ik vond het nog te prijzig. Ik kon het niet verantwoorden voor mezelf dat ik dat had gekocht. Ik wil eigenlijk iedere dag die 20 gram erin gebreid hebben. Maar in mijn deken, mijn Northeasterly blanket. Maar ik ben gisteren tot zover gekomen. Dit is de eerste dag met met de steekmarkeerder. Dus die 20 gram zit er nog niet in. En ik heb vandaag al meer nieuwe opengemaakt. Dus spoiler alert. Als je ook de adventkalender van Crealine Design hebt en je hebt hem nog niet geopend dag 2, kijk dan even een andere kant op. Dit was dag 1. Die hebben ze zelf ook al op Instagram voorbij laten gaan. Dus die is nu... iedereen heeft hem nu geopend of in alle tijdzones. Maar ik heb dus ook al dag 2 geopend. Dus als je die niet wil zien, kijk dan even de andere kant op. Dan zeg ik niet wat voor kleuren erin zitten. En dan zeg ik wanneer je weer mag kijken. Nu de andere kant op kijken. Echt super gaaf strengetje. Niet de kleuren die ik snel zou kiezen. Maar ik vind het wel echt heel leuk. Vooral heel leuk omdat er toch wat van de eerste streng in zit. Minuscuul klein beetje. En ik die dus heel mooi in mijn deken erbij kan doen. Daarom doe ik het ook in een deken. Ik wil ze allemaal erin hebben. Zodat ik daar lekker mee bezig kan zijn. Dus deze gaat er hopelijk vanavond al mee beginnen om die erin te doen. Of straks als ik de vlog ga bewerken. Dus ik hoop dat die erin kan. Ik doe hem weg. Je kan nu weer kijken. Ik ben echt heel erg blij mee. Om een wol advent kalender te hebben. Is mijn eerste keer dat ik er eentje heb. Ik heb heel lang zitten dubben. Wel of niet, wel of niet, wel of niet. En ik dacht dit jaar. Ik doe het. Het kost een hoop geld. Ik heb ook heel veel voorbij zien komen dat ze een swap gaan doen. Dus dat ze met een groepje handwerkers en dan doen ze dan inderdaad voor elkaar een wol advent maken. Ik heb er wel eentje gemaakt voor een vriendin van mij. En volgend jaar gaan we met z'n tweeën gaan we om en om in ieder geval doen. En misschien willen er wel meer mee doen. Maar het lijkt me heel erg leuk om het om ook op die manier een swap te krijgen. Dan heb je wat minder in kosten. Dus dan hoef je alleen theetjes en lekkere dingen erbij te doen. Of wat steekmarkeerders. En dan heb je eigenlijk al heel snel een hele leuke kalender. Voor wat minder geld. En dan heb je toch even goed 20 milligram restjes van een ander. Maar dat maakt niet uit. Want wat voor een andere restje is, is voor mij weer iets nieuws. Een nieuw wolletje die ik niet heb. Dus ik, ja, lijkt me heel erg leuk om dat met een clubje te doen. Volgend jaar. Dit jaar heb ik een luxe. Echt heel leuk. Dit is alles waar ik aan gewerkt heb. Dus eigenlijk niet zoveel. Echt niet veel. En het klinkt niet veel. Normaal ben ik met dat bezig en met daar bezig. En nu echt ben ik heel veel aan het haken geweest. Die poppetjes aan het haken. En die heb ik al op mijn werk opgehangen. Dus die zie je niet hier. En ik ben met wat meerdere nog aan het haken. Maar qua breien niet veel aan andere projecten. Vind ik ook wel weer jammer. Want ik wil heel veel dingen maken. Mijn hoofd ontploft met ideeën wat ik verder wil haken en breien. Maar ik wil echt eerst de kerstgedeelte af hebben voor de versiering voor op mijn werk. En daarna kan ik voor mezelf gaan haken en breien.
ik wilde eigenlijk ook voor mij de Sinterklaasversiering en de kerstversiering hebben uit het boekje volgend jaar. Ja, nu ga ik eerst andere dingen doen. Disclaimer, ik heb van Lana Grossa, die vroeg op Instagram of er woltesters of iemand hun wol wilde testen. En wilde breien en met een patroon van hun. En ik had gereageerd van, goh, dat lijkt me heel erg leuk. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ben uitgekozen. Dus dat is echt geweldig. En ik heb prachtige bollen van Landlust gekregen. Echt in hele gave kleuren. Ik probeer ze allemaal erbij te pakken. Dit is een beetje blauw, beige, paars en salmroos. Twee tinten groen. En ik heb twee dezelfde blauw. Ik krijg nog het patroon. Heel charmant. Gigantische stapel bollenwol heb ik gekregen. Ik krijg nog patronen van ze. Ze wilden graag. Ze hadden het idee dat ik een muts en een sjaal ging breien van ze. En daar heb ik al de bolletjes van gehad. Het patroon moest nog even vertaald worden. En daar wacht ik nu nog op. En dan mag ik met de bolletjes aan de gang. Mag ik er een sjaal en een muts van maken. En dan mag ik laten zien en laten weten wat ik van het wol vind. Nou, zoals ik hem nu al vind. Vind ik het super zacht. Echt heel zacht. Het is 50 gram zit er op een bol. Het is 50% scheerwol. 35% katoen. En 15% yak. Het is echt super zacht. Het is heel wollig. Heel fluffig. Het voelt super lekker zacht. Je mag ze breien op 9 naald 9. En, of 8 of 9. Ja, geweldig. Grote halen snel klaar. Ik hou daarvan. Ik vind de kleuren prachtig. Echt super mooie kleuren. Ik vind vooral de groene en de blauwe heel, heel mooi. Deze drie. Dat zijn echt zo mijn kleuren. Ik hoop dat ik het patroon snel krijg. Hier wil ik ook mee aan de gang. Ik had weer de Hollandse handwerk geluk. Ik denk dat ik het nu eens een keer goed zeg. Zeg ik het goed? Ja. Die had ik weer gekocht. En de novemberbox is dat. Nou, ik denk, nu is het geen geheim meer. Het was een veet. Atelier Sopra. Dus 85% merino, 15% nylon. En ik had de groene. Goh, verrassend. Het groene variant had ik. Het is een veet, dus het zijn verschillende kleurtjes, tintjes groen die heel mooi in elkaar overlopen. Nou, denk ik dat ik hem zo zou doen. Die ook nog wisselen. Ja, zo. Zo zou ik hem doen. Nou wil ik hem gaan gebruiken voor Mirjam Molenbeek. Zij doet een advent knittelang. En dat is dus iedere zondag via Patreon. Of als je de adventkalender hebt gekocht bij haar. Ik ben Patreon-lid van Mirjam. En iedere adventszondag krijg je een clue hoe je het patroon moet breien. En we gaan een call maken. En nou, dat komt perfect uit met deze strengetjes. Precies wat ze willen het ook in elkaar overveden. Dus dat, ja, daar word ik heel blij van. En deze kleur, kijk. Oh, oh, oh. En dan vooral als die donkere boven komt. Dus ik ben echt heel, heel blij met deze bolletjes. Ze zijn echt heel gaaf. Wat er nog meer bij zat, er zat echt dit keer heel veel dingen bij, was een patroon. Nou laat ik natuurlijk niet zien hoe het patroontje is. Van Settler Homemade. En het is een kerstboompje die je kan breien of haken. Mijn hoofd zit vol met breien op het moment, want ik haak heel veel. Maar die met knoopjes horen daarbij. Of bolletjes, houten kraaltjes. Kan je dit kerstboompje maken. Het ornamentje. Dus ik denk dat ik dat wel wil gaan maken. Maar dan met katoen. En niet met de bolletjes die nu in het pakket zat. Ja, ik weet niet. Ik vind hem toch mooier met katoen.
een bergje wol. Ik heb natuurlijk weer in elkaar zitten. Met een naald erbij en een raster om te borduren. En ik heb ooit wel eens geborduurd. Maar echt al een, nou op de lagere school voor het laatst, ook met zo'n raster. Maar ik vraag me dan af, hè, ik ben niet goed in borduren, kruisjes weet ik helemaal niet. Hier zit dan een vierkantje en als dat vierkantje blauw moet, moet je dan vier vakjes gebruiken om dat vierkantje blauw te maken of niet? Sietske, zou je het gewoon een keer laten zien hoe je kruisteentjes maakt op zo'n ding? Ik weet niet, ik in mijn hoofd, normaal zou ik daar een hokje gewoon haken. Maar ja, nu moet je kruisjes zetten. Dus doe je dat in die kleine lijntjes waaromheen je die rasters hebt. Misschien is dat heel stom hoor, dat ik dit in mijn hoofd heel anders heb. Of moet ik gewoon vier van die vierkantjes en daar een kruisje in maken? Dit klinkt raar, maar in mijn hoofd klopt het niet. Hoe moet ik het doen? Het is een heel leuk hangertje met ook een kerstboompje. Hartstikke leuk. Echt heel leuk. Die wil ik ook in mijn boom hebben. Naast die wil ik ook deze. Maar help. Oh, ik ben echt een kluns daarin. Misschien is dat heel verheel. Dat iedereen nu denkt, Winnie, waar heb je het over? Zo moeilijk is het niet. In mijn hoofd kloppen die vierkantjes niet. Want zo'n vierkantje moet blauw worden. Toch? Ja, beetje stom. Er zit zelfs een takje bij waar je hem mee kan ophangen. Perfect, volledig. Help me even. Help me op weg. Help me. En er zat natuurlijk een hele mooie van de Purple Lady Designs. Illustratie bij. De vorige vond ik iets minder. Ik heb hem wel op mijn bord. Ik vind deze kleuren persoonlijk mooier. Ik vind hem erg leuk. Ik ga hem ook weer... Hij past aan de andere. Je ziet precies hier die sok van de andere. Dus het kan allemaal naast elkaar. Ik weet nog niet hoe ik het ga doen. Maar hij past er ook weer bij. Erg leuk. Schat, kijk hier. Hebben ze ook een kruisje in een hokje. Zie je? Zo wil ik hem ook. Maar dat gaat natuurlijk niet. Doe je hem over het hokje of doe je het in het... Nee. Help me. Ik kan dus niet borduren. Het lukt me niet meer. Ik deed het... Ja, ik heb wel eens geborduurd, maar niet op deze manier. Geen kruisteetjes. Gewoon bloemetjes borduren met leuke Franse knoopjes en zo. Op een iets andere manier. Daar gaat het stokje. Oh, die moet ik straks opruimen. Anders heb ik Oliver. Dus ik loop daar een beetje in vast in mijn hoofd. Ik had bij Mirjam Molenbeek... al een tijdje terug de pre-order gedaan. Crealine Design had voor haar verschillende kerstgares geverfd. En er zat een gare bij die, nou, die kleuren. Ik vond ze zo gaaf. Het is Pine Forest. Kijk, nou. Ze waren bij Mirjam heel snel uitverkocht. En dat vond ik echt heel erg jammer. Want ik vind echt hele gaaf kleuren. En toen kwam er een pre-order. Dus die heb ik al in oktober besteld. Dus in principe heb ik het niet afgelopen maand besteld. Kan ik het nog goed praten? Nee, eigenlijk niet. Ik heb gewoon te veel gekocht. Maar ja, is super gaaf. Het is 75% superwas merino, 25% nylon. Ik kom niet uit mijn woorden meer. Ik word er echt heel erg blij van Crealine Design. Prachtig. Ik wil er een, nou ja, het zal me niet verbazen, een sjaal van maken. Hoeveel sjaals kan een mens hebben? Nooit genoeg, toch? Geweldig. Doen jullie dat ook aan je wol ruiken? Is dat raar? Ik doe dat wel. Ik heb de yarnclub van Chromatic Yarns van The Corner of Craft had ik gekocht. Ja, daar zat groen in. Ik moest hem hebben. Dus ik zat ook al te kijken. Deze past ook geweldig bij deze. Maar dan wordt het een hele grote kool. Ik wil alles gebruiken. Dat is dus nu echt... Mijn hoofd loopt over met ideeën. Ik wil... niet wiebelen. Jullie wiebelen. Sorry. Het is mijn karretje waar jullie op staan. En dan zag ik bij de Black Friday sale bij West Yarns. Ze zit vlakbij mij. Het is echt heel grappig.
in schorrel. Totaal niet mijn kleuren, maar ik moest ze hebben. Ik vind ze geweldig. Ik weet niet wat ik mee ga maken. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk dat ik er mooi naar ga kijken. Eerst. Misschien ga ik ze in een sjaal gebruiken. Of in een muts. Is dit mijn kleur? Niet helemaal. Kan wel, toch? Of een kool. Of een sjaal. Een truitje kan zo en zo niet. Want met twee, dat pas ik niet. Hoe ik ga wenden of keer, dan kom ik er niet in. Ik heb iets meer nodig. Ietsjes maar. Ietsjes maar. Oh, en het is nog niet klaar. Oh, ik moet me echt gaan schamen. Moet ik me schamen? Ik heb heel veel wol gekregen. En daarnaast heb ik heel veel gekocht. Ik heb echt, waar is het kaartje? Ik had hem er al afgehaald, het kaartje van Made by Lisetje. Hele leuke Etsy shop ook, net zoals bij West Yarns. Heb ik deze gave streng gekocht. Hoe gaaf. Die speckles. Echt Lisette, super gaaf. Dit is de kleur Disco. Ik heb me ingehouden, ik heb er eentje gekocht. Ze had er twee in de shop. Ik heb er eentje gekocht. Hij is echt zo gaaf. Kijk, en die speckles, die paarse speckles, kijk, die was er ook weer hierin. Dus ik zou hem ook kunnen, nou moet ik wel even de paarse speckles laten zien. Kijk, ik hou dit heel lekker vast. Kijk, die kan ik ook gewoon hierin gebruiken. Echt, ga een kijkje nemen. Echt net als West Yarn, Made by Lisetje. Super gaaf. Lisette is er net mee begonnen, maar ze maakt zo gave wol. Ze heeft zoveel mooie kleuren. Ik heb me echt in moeten houden om er maar eentje te kopen. Want ik denk, nu is het klaar ook voor dit jaar. Ik mag niks meer kopen van mezelf. Ik vind ze echt heel gaaf. Echt, echt heel gaaf. Disco, Hortensia. Ik heb ook een Hortensia in de shop. Violet. Echt. Plaatjes. Overal waar ik over verteld heb, ga ik natuurlijk linken in de beschrijving hier beneden. Neem een kijkje in de shop. Eén boek. Want ik kon het niet laten. Dit is een Kools van Mina van Knitting Expert. Ik kan het niet goed uitspreken, maar Mina die... haar familie komt vanuit Iran en de Persian, ze hebben de hele boek, alle kollen geïnspireerd op de vloekleden. Persian vloekleden, zeg ik het zo goed? Ik kan hem niet goed uitspreken. En haar manier van breien is dat je alle soorten garen kan gebruiken. Je kiest je garen, je kiest dus je stekenverhouding en daarbij pak je je patroon wat je wil. Wil je een normale, wil je een loopkool? En daarmee kan je dus zelf je kool mixen en matchen. En echt, er zitten prachtige kollen in. Hele mooie foto's ook. Mina heeft zelf het boek uitgebracht en de foto's gemaakt. Dit is haar man. En ik vind die kool geweldig. Echt geweldig. Dit is haar dochtertje. Zo leuk. Echt prachtige kollen. En ik zit heel hard te denken om hier ook iets van te maken. En dan ook meteen met, nou ja, dit is dan twee kleuren. En het inbreien. Deze vind ik dus ook heel gaaf. Dit is haar broer. Ja, ik vind het een prachtig boek. Het boek gekocht via Etsy, via haar eigen Etsy shop. En je kan dan ook het digitale... boek meteen kopen. Die komt via Ravelry. Maar ik vind het een fysieke kopie vind ik toch fijner. Dan hoef ik het niet uit te printen. En ze vertelt van alles over de herkomsten van de afkomst. De handgemaakte. Hoe en wat. Ja. Ik heb er zin in. En dit was het. Een berg met spullen naast me. En voor me. Ik hoop dat je het leuk vond. Weer een gewone vlog erbij.
als jullie het leuk vonden, duimpjes graag omhoog. Dat lijkt, ja, dat zou ik heel fijn vinden. En abonneer je op mijn kanaal als je het leuk vindt en als je tot zover hebt gekeken. En laat een reactie achter van help me met borduren. Hoe moet ik hiermee beginnen? Misschien heel stom van mezelf. En ik ben heel erg benieuwd of jullie het leuk vinden dat ik de vlogmissen doe. Alle dagen een klein kort filmpje. Vinden jullie het wel leuk? Niet leuk? Abonneer je op mijn kanaal. Dan krijgen jullie het zo en zo te zien. Wil je niks missen? Doe dan ook het belletje naast de abonneerknop. Ik snap dat als je dat niet doet. Want dan krijg je overal meldingen van. En er zijn nu heel veel vlogmissen. Podcasten die heel veel vlogs erop gooien. Alle dagen tot en met aan kerst. Ik moet met de kerst werken. Alle dagen. Dus misschien neem ik je ook nog mee een klein stukje van hoe dat gaat op het werk. Werken. Ik heb avonddiensten, dus ik eet met mijn bewoners als ze er zijn. Als dat nog mag. Ik weet niet of we tegen die tijd wat versoepelingen krijgen. Dat er toch bewoners opgehaald worden om naar familie toe te gaan. Geen idee hoe dit gaat lopen deze kerst. Dat gaan we zien. En ik dacht, misschien neem ik je een stukje mee. Ik laat alleen geen bewoners natuurlijk zien in mijn filmpjes. Dus misschien wat foto's van handen, voeten. Filmpjes van wat we aan het kokkerellen zijn. En wat we aan het doen zijn voor 10 mensen. Want wij eten natuurlijk mee op afstand. 1,5 meter mogen wij ons kapje af en ook wat eten. Maar ik denk misschien is dat wel leuk om mee te nemen. Maar als jullie niks vinden, nou ja, dan hoef jullie ze niet te kijken. Ik blijf sowieso deze vlogs doen om jullie op de hoogte te houden van mijn haak- en breiavonturen. En hoeven jullie niet mijn werkavonturen te zien. Ik denk dat dat beter is. Ik denk dat ik hem af ga sluiten. En dan zeg ik tot de volgende keer. En heel veel haak- en breiplezier verder. En tot snel. Doeg!